Kijk jongens, er is niets liever wat ik doe dan gear. Mooie techproducten, unboxen en daarmee aan de slag gaan en het dan houden, weet je wel. Maar er is niks kutters wat ik me kan bedenken in mijn leven als dingen unboxen, ermee aan de slag gaan en het dan weggeven aan jullie. Echt kijk nou, ik was hyped voor Overwatch, ik hou van Razer shit. En dit is gewoon een Overwatch Razer setup die we vanaf morgen op gamersnet.nl in zijn totaliteit weggeven. Maar om jullie alvast even lekker te maken en om mezelf vooral heel erg veel te pijnigen, gaan we nou even alles unboxen. Nou ja, wat zit er dus zoal in? Je hebt dus bijvoorbeeld de Razer Manowar Tournament Edition. Dit is een net nieuwe headset van Razer, een beetje het paradepaardje. Ze hebben hem ook draadloos, maar nee. Deze is bedraad, maar hij ziet er wel super sexy uit. Ik moet alleen even kijken hoe ik dan dit. Kijk, want ik ga dit behandelen voor jullie. Dit komt ook nog langs in Gamersnet Gear. Maar het is natuurlijk ook wel zaak dat ik het straks weer netjes terug kan sturen naar jullie. Maar dit gaan we straks allemaal inboxen. Dit wordt weer echt heerlijk. Jongens, als er iets kapot is straks, als je dit binnenkrijgt en je wint het, dan het spijt me. Oh, dit had niet eens met schaar gehoeven. Ik knip dit gewoon kapot. We hadden dit kunnen hergebruiken. God, dit is typisch unboxings, hè? Dan denk je voorbereid te zijn en krijg je dit. Dus echt, knip ik weer allerlei dingen kapot. Echt typisch. We gaan er wel even vlot doorheen, want als we er langer over gaan doen, dan kan ik alleen maar meer dingen kapot maken. Maar dit is dus in het kort de Manowar Tournament Edition. Wel dus de bedraden versie, dus krijg je een mooi middenconsoletje bij. Maar ik moet wel zeggen, hij zit heel lichtgewicht. Hij oogt super robuust. Kijk ook naar die earcuffs. Dat is... Hij oogt super robuust, maar hij is kei licht op je hoofd. Dit ga ik echt niet leuk vinden om weg te geven, jongens. En natuurlijk, wat Razer wel vaker heeft, de retractable microphone. Die we bijvoorbeeld ook zaken bij de SteelSeries headset die we een tijdje terug hebben behandeld. Het is een ingenieus plan, maar het is natuurlijk ook helemaal mooi Overwatch gethematiseerd. Sorry jongens als het allemaal een beetje rommelig gaat. Dit moet dus straks ook allemaal teruggestuurd worden naar jullie. Ik ga denk ik hier vanavond ook gewoon mee streamen. Oh, ik haat mezelf zo dat ik allemaal dingen doe dat ik dat weer weg moet geven. En dit is de muis die Peter alvast het lipje voor mij had opengemaakt. Dat heeft hij dus niet gedaan. Ja. Wat? Wel? Hè? Ik wil dit niet uitscheuren. Je wilt dus echt hier. Ik pak de schade. Waar is de... Oh, bijna in mijn gezicht. Peter is boos. Het is niet open. Oké, misschien dat je gelijk het ons open. Typisch dit. Ik ben heel... Oh god, dit... Oké, als je wint straks en het is helemaal kapot die dozen, het spijt me zo. Maar dat is het gevaar van het vak, het gevaar van het beroep. Gamejournalist zijn en jezelf pijnigen met veel te vette tech. Er zitten ook overal mooie boekjes bij en stickers en zo. Maar ja, die krijg je natuurlijk niet allemaal meegeleverd, want die jank ik er gewoon uit. Maar dit is dus de Razer Dev Adder Tournament Edition, Chroma Edition. Dit wordt zo'n chaos, hè? Ook gewoon vier dingen tegelijkertijd unboxen. We gaan niks meer terugvinden. Maar het is de Razer Dev Adder. Mooi ergonomisch design met natuurlijk een Overwatch logo. En dit is een chroma editie in tegenstelling tot de Manowar. Dus ik kan deze in het kort even snel aansluiten. Zodat je ook ziet hoe die eruit ziet met lampjes. Wauw. Die dingen zijn echt... Dit is mijn grootste vijand in het leven. Nou hoop ik dat hij wel meteen pakt met Razer Synapse. Want ik heb het wel op mijn laptop staan. Maar voor hetzelfde geld zegt hij... Nee, ik moet updaten. Ja. Ja, daar gaan we hoor. Dit is dus de standaard verlichting, maar je kunt, omdat het een chroma model is, kun je natuurlijk allerlei verschillende dingen instellen. Dat is op zich wel zo gaaf, maar kijk eens hoe mooi. Zo met dat Overwatch oranje en Overwatch wit. Ja, ze hebben een eigen witte kleur, dat weet ik. Dat hebben ze geclaimd. Super vette Razer Dev Adder Chroma Overwatch editie. Echt belachelijk vet modelletje en ik vind hem ook heel lekker in de hand liggen. En je hoort ook heel veel pros altijd zeggen van oh, je moet de Tournament Edition van de Dev Adder of de Mamba hebben. Het is Razer, hè? Het is allemaal wel topnotch spul. Nou ja, deze hebben we dus wel mooi opengemaakt. De Black Widow Chroma. Legendarisch toetsenbord, maar nu dus ook helemaal in de stijl van Overwatch. En dat zie je dus gewoon meteen door niet alleen de bekende groene switches van Razer, maar kijk ook even naar al die... Lettertjes, dat is allemaal in het Overwatch gethematiseerde font. Het is super vet, het logo staat erop. Maar ook dit kan in alle kleuren van de regenboog. Dus ik zal het er maar snel even uithalen, denk ik. Zodat je dat ook kan zien. Oh god, er is niks zo jammerlijk als dingen inboxen. Dat is echt mijn grootste angst in het leven. Is dat ik alleen maar dingen moet unboxen en dan vervolgens ook weer inboxen. Echt, de volgende stagiair die we aannemen, die moet echt eerst kunnen bewijzen dat hij heel mooie dozen weer dicht kan maken met de producten erin. Dat zou echt fantastisch zijn. Oké. Oké, deze condoom, weet je wat? Ik haal deze condoom er even niet vanaf.
En ik steek hem gewoon zo even in mijn laptop. Zijn moeder ook. Had mijn moeder het weer over mijn laptop, ja? Ik had nog zo gezegd, dat is niet echt sexy praat. Ja, dit is dus de chroma-editie van de Black Widow in Overwatch-stijl. En hij staat volgens mij nu gewoon op witte verlichting. Ik zou eigenlijk denken dat hij gewoon even alle kleuren van de regenboog zou doen, zoals ze meestal doen. In dit geval niet, maar goed, ja, ik zou iets in kunnen stellen met Razer Synapse. Maar dan zegt hij waarschijnlijk weer van, je moet het updaten. En omdat we dit niet gerehearsed hebben, krijgen we dat niet. Nee, hij is aan het updaten. Nou ja, in ieder geval, je hebt hem in het licht gezien, dus dat kan. En dan hebben we nog één laatste ding, want je krijgt natuurlijk de Black Widow Chroma, de Death Adder Chroma en de Manowar allemaal in Overwatch stijl. Maar om het hele setje volledig compleet te maken, krijg je ook de Goliathus mee. En de Goliathus is niet zomaar iets, dat is namelijk een best wel toffe... Serieus Razer, waarom maak je allemaal van die Mikado-achtig in elkaar gezette origami boxen? Dit is de Goliathus en die is extended. Dus wacht, als je me even de tijd geeft... Oké, maar dit is dus de Overwatch Goliathus Extended muismat. En kijk eens hoe fucking vet je dit zo kan combineren. Voila! Wall fucking A. Dit krijg je dus, plus dus nog eens een keer die hele mooie Overwatch gethematiseerde Manowar erbij. Mensen, kinderen, kan het nog relaxter. Je krijgt dit allemaal. In totaal is het een marktwaarde van ongeveer €470 en... Wij gaan ongetwijfeld ook nog wat dingen behandelen bij Gamers Netgear. Dus dat we zeggen van, oh, het is een heel fijn toetsenbord. Oh, de Manowar is echt een hele mooie headset. Maar goed, dit is allemaal voor de weggeefs. Dus vanaf morgen op Gamersnet en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram... kun je dit dus allemaal winnen. €470 aan fucking Razer Overwatch awesomeness. Echt, hoe vet kan het? En ik voel de pijn alweer, want... Ja, Tom, ga maar lekker leuk dingen testen. Oh, het is echt heel fijn. Oh, het moet weg. Oh. Typisch, typisch. Dit is echt story of my life. Succes jongens, tot morgen. En hopelijk wint iemand die het echt verdient. Laat ons straks echt zien dat jij die Overwatch gangster bent die dit gewoon allemaal in zijn setup moet assimileren.